Universiteit van Nederland. Sommigen van ons hechten veel waarde aan de sterrenbeelden. Tijdschriften staan vol met voorspellingen op basis van jouw horoscoop. Maar de kans is groot dat jouw sterrenbeeld helemaal niet meer overeenkomt met jouw verjaardag. En hoe dat zit, dat leg ik je uit. De sterrenbeelden stammen uit de tijd van de Babyloniërs. Die leefden zo'n 3000 jaar geleden in het gebied dat we nu Irak noemen. Zij kenden de sterrenhemel onwijs goed. Hun leven was dan ook veel nauwer verbonden met dat van de sterren. Want als je naar boven kijkt, dan kun je ook patronen herkennen in de sterren. Zoals bijvoorbeeld de zomerdriehoek. Die zien wij hoog aan de hemel staan op het moment dat het zomer wordt. En dan weet je bijvoorbeeld dat het tijd is om te gaan oogsten. Welke sterren je precies in de nacht kan zien, dat hangt af van de stand van de aarde en de zon op dat moment. De aarde draait een rondje om zijn eigen as. En daardoor wordt het dag en nacht. Tegelijkertijd draaien we ook een rondje om de zon heen. En door dit rondje om de zon heen zien we iedere keer andere sterren aan de hemel verschijnen. Ik stel me deze sterren altijd voor als een soort van schilderijwand om ons en de zon heen. En terwijl we dan ons rondje om de zon maken, schuiven we iedere dag langs deze sterrenwand. Daardoor zien we vanaf de aarde iedere keer andere sterrenbeelden komen en gaan. Zoals bijvoorbeeld de boogschutter, de steenbok, de waterman, vissen, ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal en schorpioen. Oftewel de sterrenbeelden van de dierenriem, die je misschien wel herkent uit de horoscopen. Zodra een kind geboren werd, wilden de Babyloniërs een speciaal teken meegeven. Een sterrenbeeld. Ze gaven dan alleen niet het sterrenbeeld mee wat 's nachts te zien was, maar ze gaven het sterrenbeeld mee wat overdag te zien is, waar op dat moment de zon in staat. De Babyloniërs wisten dat als ze 's nachts de boogschutter aan de hemel zagen staan, dat op dat moment de zon in de tweelingen staat en dat dat het sterrenbeeld was wat ze mee moesten geven. Dus mocht je nu altijd gedacht hebben dat jouw sterrenbeeld tijdens jouw verjaardag 's nachts aan de hemel te zien is, dan kunnen we meteen een misverstand de wereld uit helpen. Want tijdens jouw verjaardag is je sterrenbeeld nooit 's nachts te zien, maar juist overdag. En dan is de zon natuurlijk veel te fel om sterren te kunnen kijken. Door te kijken naar de sterren kun je een goed besef krijgen van tijd. Zie je namelijk bepaalde sterren aan de hemel staan en je wacht tot je exact weer diezelfde sterren aan de hemel ziet staan, dan heb je precies een rondje rond de zon gemaakt en is er een jaar voorbij. Om precies te zijn, duurt dat dan 365 dagen, 6 uur, 9 minuten en 10 seconden. Maar dat is niet het jaar wat wij op dit moment aanhouden. Ons jaar duurt namelijk net iets korter. 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45 seconden. Dat is 20 minuten en 25 seconden korter dan het jaar als we naar de sterren kijken. En die 20 minuten, die zijn essentieel. Hoe zit dat? Tegenwoordig kijken we voor ons jaar namelijk niet naar de sterren, maar we kijken naar de seizoenen. Want gedurende een jaar zien we ook alle seizoenen voorbij komen. Die seizoenen, die hebben we omdat de aardas schuin staat ten opzichte van de zon. En daardoor is één kant van de aarde wat meer naar de zon gericht. Nu hebben we zomer, nu is het herfst, winter, lente en weer terug bij de zomer. Deze seizoenen zijn voor onze maatschappij veel belangrijker voor het jaar dan de sterren. Onze hele maatschappij is ingericht op deze seizoenen. Zou je dit jaar willen meten? Dan kan je bijvoorbeeld kijken naar het zomerpunt. Dat is de langste dag van het jaar en valt volgens onze kalender altijd rond 20 juni. En als je dan zo het jaar meet volgens het zomerpunt, dan is het jaar 20 minuten korter dan het jaar volgens de sterren. Zouden we dat niet doen? En houden we de stand van de sterren aan, dan zul je in eerste instantie weinig doorhebben. 20 minuten per jaar is niet zoveel. Maar na honderden jaren, en vooral na 10.000 jaar, zul je merken dat we opeens kerst vieren midden in de zomer. En dat willen we natuurlijk niet. Maar waarom verschillen deze twee jaren nu van elkaar? Dat heeft te maken met een belangrijk detail. Iets dat de Babyloniërs nog over het hoofd zagen. Dat de aarde geen perfect rondje is. De aarde is namelijk net een beetje ovaal. En dat de aarde ovaal is, in combinatie met dat die schuin staat, dat is belangrijk. De zon trekt namelijk voortdurend aan de aarde. Daarom maken we ook een rondje om de zon heen. Maar omdat de aarde dus een beetje ovaal is, kan de zon net iets harder hier aantrekken en wil die als het ware de aardas een beetje recht zetten. Hierdoor staat de aardas niet helemaal stil.
Maar de aardas draait een heel erg traag rondje. Het is een traag rondje, maar toch merken we ieder jaar dat effect. Omdat de aardas eigenlijk een beetje gedurende dat jaar met ons meedraait, zodat we net iets eerder weer terug zijn op dat zomerpunt. Was de aarde een perfecte bol geweest, dan had de zon gewoon overal even hard getrokken en was het seizoenenjaar even lang geweest als het jaar volgens de sterren. Uiteraard zien we nog steeds dezelfde sterrenbeelden als de Babyloniërs 3000 jaar geleden. Maar het sterrenbeeld waar de zon staat op het moment van jouw verjaardag, dat is ondertussen wel veranderd. Door dat extra rondje van de aardas zijn we namelijk iedere keer 20 minuten eerder in die schilderijenwand van sterren. 20 minuten keer 3000 jaar betekent dat van de sterrenbeelden op dit moment bijna een maand is veranderd ten opzichte van hoe ze ooit waren bedacht. Kijk maar eens even mee met het lijstje dat de NASA recentelijk heeft gemaakt. Ben je geboren op 12 december bijvoorbeeld, dan was je in eerste instantie een boogschutter, maar eigenlijk ben je dus een schorpioen. Wellicht de volgende keer dus toch een ander horoscoop lezen. Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn! Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja! We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan! Gezellig! In een 4-uurige werkdag zou je net zoveel kunnen bereiken als in een 8-uurige werkdag. Wat is daarvan wel of niet waar? Dat vertel ik jullie graag in de volgende aflevering.